We hebben hier een heel gezellige vrijmarkt in het wijkcentrum Eiplaar. En dat is voor mensen die een beetje bij elkaar kunnen komen, een beetje praten, buurten, koffie drinken. En het is gewoon gezellig. En, ja, meer weet ik eigenlijk ook niet van te zeggen. Nee. Het gaat vooral lekker koffietje drinken, een pilsje drinken. Ja, bier is pas na 1:30. Ja, het is gewoon gezellig en ja, je verdient wel wat, maar het is ook de sfeer. En zit er wat tussen? Misschien. Ik weet het nog niet. Ik moet even nakijken. Waar kijkt u dan naar? Nou, of ik die film nog niet heb. En neem altijd een schriftje mee en dan kan je precies zien ja of nee. Kijk, hier staan dus alle dingetjes in. Ziet u wel? Dus dan moet ik even nakijken bij de J of ik hem heb of niet heb. Veel oude rotzooi, hè? Ja. Ik snap echt niet dat mensen het kopen. Nee, echt niet. Nee. Ben je je oude spelletjes aan het verkopen? Ja. En hoe gaat dat tot nu toe? Goed. Oh, ik heb hem al. Hij staat er al in. Jammer. Is het nu? Is het heel dan nu? Ik kom bij jou staan. 50 jaar oud. U zit zelf nog spulletjes te maken. Ja, een beetje om de tijd te voldoen. U wilt er het liefst een eind aan breien. Nou, haken is dit. Welkom in Bokstel bij het racecar evenement in het Automuseum van Classic Park. Het is gewoon eigenlijk een kever, hè? Het is gewoon een Volkswagen, maar daar hebben ze dan een racewagen van gemaakt. Ik vind hem, ja, het interesseert me altijd heel erg. Ja, ik was eigenlijk benieuwd naar wat het kost om met een race BMW te racen, maar de aanschaf valt nog wel mee. Alleen om zo'n auto rijdende te houden en onderhoud en banden en benzine is natuurlijk een stuk duurder. Maar het is eigenlijk niet te betalen, dus... Wij organiseren dit omdat wij zelf een hele grote passie hebben voor auto's en we willen deze passie graag delen met andere mensen. En daarom organiseren wij dit soort evenementen een 20-tal keer per jaar. Nou, je mag gewoon lekker met een auto racen en lekker ja, crashen en goed doen. Vooral het crashen vind je leuk? Ja. Zou je nou later zelf coureur willen worden? Nee. Het blijft altijd kind, hè? Als man zijnde, zeggen ze het. Ja, het is toch de snelheid, de spanning. Dus ja, dat is wel leuk. Je bouwt alles zelf, hè? Dus de schokbrekers, alles bouw je zelf. Ja. Dus het gaat mij eigenlijk om bezig blijven en je motoriek wordt er beter van. Dit is uw auto? Dat kan niet. Van wie is deze dan? Eenvoud moet je nooit maken. Een Jaguar kun je niet hebben. Iedereen die denkt dat hij een Jaguar hebt, die maakt een fout. Een Jaguar heb jou. En dan nu de Zinderend Zuiden agenda tips voor komend weekend. Van donderdag tot en met zondag in Den Bosch, Indoor Brabant. Het grote internationale paardensportevenement. Dit jaar voor de 50ste keer. Met dressuur, springen en eventing. En een verrassingsprogramma vanwege het Gouden Jubileum. Alvast in vakantiestemming komen, dat kan zaterdag en zondag tijdens de Ibiza Experience Fair in het beursgebouw in Eindhoven. Met heel veel stands, hapjes en drankjes en de hele dag door muziek. En in de omgeving van Oefeld is zondag voor de 12e keer het NK Maasheggevlechten. 40 teams gaan daar met elkaar de strijd aan. En verder zijn er nevenactiviteiten als schapendrijven en demonstraties met trekpaarden.
Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail naar evenementen@omroepbrabant.nl.